Beno Hofman kan het niet laten. De voormalig programmamaker bij OogTV maakte in het verleden meer dan 400 afleveringen van Beno Stad. Een programma over de stadse geschiedenis. Het was een van de populairste oogprogramma's ooit. Nu wil Beno terugkomen met een interactief programma bij Oog. Stel Beno een vraag en hij gaat op zoek naar het antwoord. Voor de financiering doet hij een beroep op het publiek. De stadshistoricus grijpt naar een modern middel, crowdfunding. Geschiedenis van Groningen is mijn ding. En ik ontdek zelf ook dingen erbij, hè? Zoals van dit gebouwtje ook. Dit is natuurlijk een heel bijzonder iets. Nou ja, dan duik ik in die geschiedenis en dan maken we er een leuk filmpje van. Maar ja, nogmaals, als het bedrag niet binnenkomt. Ik kreeg via Facebook ook al heel veel likes voor dit idee. Nou, honderden. Maar ja, als die donaties er niet komt. En eigenlijk is het heel simpel. Als een 250 mensen elk een tientje doneren, dan ben je er al. Beno staat op het kleine der A. En dat is geen toeval. Ik kwam op het idee, naar aanleiding van een vraag, naar aanleiding van dit gebouwtje. Dat iemand mij mailde, en dat gebeurt altijd, dat mij vragen worden gesteld over de geschiedenis van Groningen. En toen dacht ik, daar is eigenlijk wel een filmpje van te maken. Nou, zo is het allemaal gekomen. Hij wil er niet te veel over kwijt. Ja, dit is een pompgebouw. Ik ga nu nog niet te veel verklappen, want ik hoop daar nog meer mee te doen. En die was heel belangrijk voor de doorspoeling van de riolen in de stad. En dat kun je ook nog wel zien. Het ding zit er nog, het luik waar het water uit de A kwam. Maar goed, het verdere systeem is weg. Vanmiddag passeerde het project van Hofman de 2575 euro. Kijk voor meer informatie op voordekunst.nl.